Dank u, voorzitter. Maar liefst 94% van de 18 tot 75-jarigen in Nederland heeft antistoffen tegen het coronavirus. En in de kabinetsbrief staat dat naar schatting nog maar 1,8 miljoen mensen in ons land niet immuun zijn. Dat is dus zo'n 10% van de bevolking en dat betekent dat 90% van de bevolking wel immuun is. Maar het kabinet houdt maatregelen zoals de anderhalve meter toch in stand en verlengt beperkende maatregelen voor de horeca en evenementen en dat is waanzin. Ook de huidige belasting van de IC's rechtvaardigen geen maatregelen meer. Er liggen nog zo'n 200 coronapatiënten op de IC's en dat zijn er natuurlijk nog 200 te veel, maar met dat aantal is geen enkele maatregel nog acceptabel. Kijk naar Engeland. Daar liggen gecorrigeerd op het aantal inwoners nu ongeveer net zoveel mensen op de IC's als hier, terwijl men daar geen vrijheidsbeperkende maatregelen meer heeft. En als het kabinet, voorzitter, als het kabinet dan toch denkt dat de zorg het in de toekomst niet aan kan zonder maatregelen, waarom heeft men dan het afgelopen jaar niet fors geïnvesteerd in de zorg? Waarom zijn er inmiddels niet honderden IC-plekken met personeel bijgekomen? En waar? Waar blijven de concrete maatregelen met betrekking tot ventilatie? Inmiddels vindt 75% van de besmettingen in de thuissituatie plaats. En het is dus van groot belang eindelijk de ventilatie goed te regelen. En dat doe je dus niet met de knullige opmerking van premier Rutte om iedere dag een kwartiertje te luchten. Een kwartier per uur is wat minstens nodig is, aldus professor Bluijsen van de Technische Universiteit Delft. Voorzitter, bij het vorige plenaire debat in juli is een PVV-motie aangenomen die zegt dat de regering een prioriteit van ventilatie moet maken. Topprioriteit. En topprioriteit betekent dat behalve goede adviezen voor de juiste ventilatie thuis, ook moet worden geïnvesteerd in betere ventilatie. In de horeca, op scholen, in bedrijven, in winkels, met het gebruik, meteen, van CO2-meters. Wanneer gaat dat eindelijk gebeuren? Voorzitter, vanaf 20 september wil het kabinet een coronatoegangsbewijs eisen van iedereen die de horeca, evenementen, bioscopen en dergelijke wil bezoeken als er meer dan 75 man kunnen komen. Dat geldt zowel voor binnen als buiten. Nog los van het feit dat het in de buitenlucht onzinnig is, is het ook überhaupt onwenselijk en onnodig. Het is onwenselijk omdat 90% van de bevolking al antistoffen heeft en het is volstrekt willekeurig om dit niet te doen bij minder dan 75, maar wel bij meer dan 75. En het is onnodig omdat goede ventilatie binnen de enige echte oplossing is om deze verdere toepassing van die vreselijke testsamenleving te voorkomen. En bovendien, ik zei het net al in een interruptie met mijn collega van D66, biedt het alleen maar schijnveiligheid. Omdat gevaccineerden het virus nog steeds kunnen hebben en verspreiden. Niet doen dus. En waarom, voorzitter, zegt de minister-president vorige week, twee keer in één week, dat hij een vaccinatieplicht op dit moment niet nodig vindt? Waarom, meneer de premier, zei u erbij steeds op dit moment? Is er dan wel een moment denkbaar dat u een vaccinatieplicht wel denkbaar vindt? En zo ja, in welke situatie dan? Voorzitter, laat het glashelder zijn. Voor de PVV is vaccineren prima en zeker ook behulpzaam in de strijd tegen corona. Maar het moet altijd, maar dan ook altijd vrijwillig zijn en zonder enige vorm van dwang of drang. En het schrappen van gratis testen om mensen te bewegen zich te laten vaccineren is wel degelijk een vorm van drang en daarom onacceptabel. Ik zal de Kamer, als de minister dan niet op beweegt, in tweede termijn een uitspraak voorleggen en een motie om dat te schrappen. En ik wijs het kabinet erop dat de meerderheid van deze Kamer niet alleen tegen een vaccinatieplicht was, maar ook afkeerde van dwang of drang. Zoals blijkt uit aangenomen moties hierover van mijzelf en de heer Kuzu. Vraag tenslotte, mevrouw de voorzitter, een keiharde toezegging van de premier dat verplichte vaccinatie nooit en dus in geen enkele situatie een optie is. Dank u wel, voorzitter. Ik zie een patroon. Een patroon waarbij veel landen om ons heen, wanneer zij geconfronteerd worden met uitdagingen en dreigingen, reageren met alle hands en deck. Of het nu gaat om klimaat, om onderwijs of om corona. Maar voorzitter, dat geldt helaas niet voor Nederland. Wij reageren stoïcijns. Wij rekenen ons rijk met wat we nu hebben, maar ondertussen kampen we met een schrijnend tekort aan ambitie om een voorspoedige toekomst veilig te stellen. Zo laten wetenschappers ons al decennia weten dat het niet goed gaat met ons klimaat.
Maar Nederland bungelt onderaan de lijstjes als het gaat om bijvoorbeeld hernieuwbare energie. En voorzitter, hetzelfde geldt voor ons onderwijs, ondanks dat deze gelukkig nu wel heropend wordt. We staan nog, en ik zeg dit met klem nog, op een 16e plek bij de OESO-landen. Voorzitter, een beschamende 16e plek wel te verstaan. Een kwart van onze jongeren is laaggeletterd en de grootste partij van ons land durft nog met droge ogen te beweren dat het onderwijsglas half vol is. Voorzitter, mijn partij en ik kunnen er werkelijk met ons hoofd niet bij. Het doet ons eigenlijk een beetje denken aan de dodo. U weet wel, die vogel die niet meer leeft, omdat toen Nederlanders voet aan wal zetten in Mauritius, met name de varkens en de ratten die ze meenamen hen uitroeiden door hun eieren op te eten, en de vogel zichzelf niet kon beschermen. We zouden beter mogen verwachten dat de Nederlandse politiek een beter adaptief vermogen heeft. Maar voorzitter, niets is dus minder waar. En naast dat Nederland een klimaatdodo en een onderwijsdodo is, is Nederland ook een coronadodo. We lijken ons namelijk keer op keer rijk te rekenen met de huidige situatie en stellen grote versoepelingen in het vooruitzicht. Maar voorzitter, in het slechtste geval is het de goden verzoeken. En in dat slechtste geval wordt het model waarbij tussen de 16 en 22.000 mensen zorg zullen nodig hebben en tussen de 2,2 en 3,4.000 IC-zorg zullen nodig hebben, niet in het komende jaar of jaren werkelijkheid, maar al in het komende kwartaal. En voorzitter, ook het ziekteverzuim in de zorg ligt er niet om. Los van het menselijke verdriet dat daardoor zal plaatsvinden, zal de overbelaste reguliere zorg nog verder in de verdrukking komen. Artsen, verpleegkundigen, verzorgend personeel, ondersteunend personeel, etc. En vooral van veel verpleegkundigen krijg ik mails waarin ze aangeven dat ze op hun laatste benen staan. Dat ze met schuldgevoel op vakantie zijn geweest, omdat ze bang zijn wat er gewoon in het najaar gaat plaatsvinden. Hoe kijkt de minister hier tegenaan? Want voorzitter, waar baseert Nederland een groot deel van haar gemakzucht in het coronabeleid precies op? Juist, op vaccinatiegraad. En ja, wij hebben inderdaad een van de hoogste vaccinatiegraden en daar ben ik blij om. Dat betekent dat ondanks de veelvoud aan gefabriceerde nonsens, de meeste Nederlanders wel beseffen dat vaccineren werkt. 90% van de mensen die op de IC belanden door corona is namelijk niet gevaccineerd. Die 90% had grotendeels voorkomen kunnen worden. Dus ik wil iedereen met klem verzoeken om zich te laten vaccineren en vrienden en familie te overtuigen dat ook te doen. Maar coronabeleid louter en alleen bouwen op vaccinatiegraad is niet voldoende. Dat laat Duitsland zien dat met 10 procentpunten een lagere volledige vaccinatiegraad heeft onder personen boven de 18 jaar en aanzienlijk minder besmettingen heeft. Kortom, voorzitter, in deze fase zijn maatregelen nog onmisbaar. De heer Kuipers heeft afgelopen week nog gezegd dat die circa 2 miljoen ongevaccineerden kunnen leiden tot wel 10.000 nieuwe besmettingen per dag. En die kunnen zich vertalen weer in honderden nieuwe ziekenhuisopnamen. En bovendien vlakt de afname van het aantal besmettingen niet af. En daar was de heer Van Dissel ook onbezorgd over. Laatste vraag. Is de minister van plan de versoepelingen door te laten gaan wanneer dit het geval blijft? Zo nee, welke harde eisen stelt hij? En dan een laatste opmerking. Het is al gezegd, de Formule 1 versus de parade. Hoe is dat toch te doen?